Jij hebt mijn liedje gepikt. Jij hebt mijn liedje gepikt. Dat zijn dingen, dat doen we hier. De Amerikaanse zanger George McCrae zat gisteravond flink in de nesten in Rolde. Wat er precies is gebeurd, mogen we nog niet verklappen, maar voor de zanger loopt het niet goed af. Het is een filmproject van meester Harry Martens van de Jan Tieschool in Rolde. Het team bedenkt ieder jaar een gekkigheidje om aan de kinderen te presenteren. En 3 jaar geleden begonnen we met het idee van flikken rollen te spelen. En bij een misdaadserie hoort natuurlijk een bekend persoon als lijk. En daarvoor is dus discozanger George McCrae gevraagd. De zanger was in de jaren 70 wereldberoemd en nu woont hij in Nederland. Hij was wel te porren voor de acteerklus. I said, you know, do something different. And I said, why not? You know, they got in touch with my wife and my wife told me the situation and I said, okay, we'll do it. De meeste rollen van Flikkerolde worden gespeeld door juffen en meesters van de school. En die proberen zich helemaal in te leven. Ik hoorde iets van een zoenscène. Ja, die komt vanavond nog. Dat wordt wel spannend. Kijk je daar naar uit? Nou. Ik heb nog nooit met een beroemdheid gezoend, dus ja. Om te weten hoe de film afloopt, moeten we nog even wachten. In augustus is het pas af.